bij de Universiteit van Vlaanderen Summer School. We zijn vandaag de gast bij Bar Brial in Mortsel en we gaan het vandaag hebben over hoe ingewikkeld onze samenleving is. Want je mag nooit opvallen, je mag je zwakte niet tonen, je moet altijd eerlijk zijn, ook niet te eerlijk. Je moet ook vooral oogcontact maken als je aan het praten bent met iemand. Heel wat, heel moeilijk voor iedereen, maar nog moeilijker voor mensen met autisme. Want die moeten zich in allerlei bochten wringen om zo normaal mogelijk over te komen. Kan je autisme verbergen? En daarover gaan we in gesprek met professor Ilse Noens, orthopedagoge aan de KU Leuven. En Inske Reinaert, jij bent zelf iemand met autisme, dus jij bent ervaringsdeskundige hier vandaag. Zoals dat heet. Welkom. De intro die Helene net gaf over oogcontact maken, over altijd eerlijk zijn, maar toch niet te eerlijk. De meeste mensen die leren dat als kind, bijna automatisch, die moeten dat misschien zelfs niet aanleren. Bij jou is dat anders. Heb je dingen herkend van wat Helene zei? Ja, absoluut. Hè. Vooral bijvoorbeeld dat eerlijk zijn. Het wordt mij vaak verweten dat ik de diplomatie heb van een baksteen. En ja, oogcontact bijvoorbeeld, dat is ook voor mij echt heel moeilijk. Vaak zeggen ze van ja, je moet echt in de ogen kijken met je gesprek. Maar bij mij is dat dan, ik ga altijd op zoek, ik volg mijn gedachten met mijn ogen terwijl ik een gesprek aan het doen ben. Ik probeer echt wel moeite te doen om iemand aan te kijken. Maar als ik dat doe, dan raak ik mijn draad kwijt. En ja, ook bijvoorbeeld zo 's middags aan tafel met de collega's inpikken in gesprekken, dat is heel moeilijk. Ik weet nooit echt wanneer dat ik iets moet zeggen of dat ik nu links moet meepraten of rechts moet meepraten, want ik hoor het hele gesprek. En als ik dan iets weet, dan is het meestal te laat. Dan is het gesprek al verder. Dus ja. Heb je dat altijd al gehad, dat je moeite hebt met sociaal contact? Goh, het is mij vooral beginnen opvallen in mijn werkleven. Vroeger was ik altijd zo'n beetje die rare die altijd alleen stond en ja, die veel vervelende vragen stelde aan de leerkrachten. De laatste jaren in mijn werk is mij heel erg beginnen opvallen dat ik echt wel ja, dat sociaal contact niet echt kan. Hè. En bijvoorbeeld ook de laatste teambuilding die we hadden, dan kregen we zo van die kaartjes. En dan zeiden ze van, ah ja, Marienske, dat is een sociale en die speelt, die doet altijd mee en altijd enthousiast. Die heeft mij daar juist ook grapjes horen maken. Ja, dat ben ik niet. Nee. Dat is hoe dat ik mij voordoe buiten, maar dat ben ik echt niet. Ja, dat is uw buitenpersoonlijkheid. Dat is mijn buitenpersoonlijkheid. Ja. En dat kost mij eigenlijk wel extreem veel energie om mij zo voor te doen. Ja, want je beschrijft het als je bent echt iemand anders als je buiten bent of als je gewoon in een comfortabele omgeving hebt. Hoe uitzicht dat dan precies? Ja, dus bijvoorbeeld effectief extreem extravert doen, grapjes maken. En thuis zit ik liever in mijn zetel. Ik heb wel heel graag mensen om mij heen, maar dan liefst niet te veel interactie. Oké, dat is op een afstandje blijven. Ja. Of naast mij, maar gewoon maar zwijgen. In stilte, ja. Helemaal duidelijk. Misschien nog één vraagje, Inske. Ja, ik zie dat je iets in je handen hebt. Wat is dat precies, als ik dat mag vragen? Dat is eigenlijk een soort, dat heet therapeutie. Dat is eigenlijk een soort plasticine. En dat is om mij bezig te houden en om te voorkomen dat ik niet heel de tijd zit te wiebelen, want de tafel is toch niet helemaal... De tafel wiebelt al van zichzelf. Voilà, ja. Inderdaad. En eigenlijk, ja, dat heet in de mooie termen, Ilse zal bevestigen, stimmen. En om eigenlijk ook om ervoor te zorgen dat de prikkels die er hier omheen gebeuren, dat die een beetje onder controle blijven. Ja, dat je die eigenlijk opvangt met die therapeut. Met een beetje te prutsen met mijn handen in plaats van de tafel omver te gooien, zeg maar. Ja. Helemaal goed, pruts maar lekker verder. Ik ga naar Ilse Noens. U bent hoogleraar pedagogiek en expert in autisme. We horen nu Inske een hele krachtige getuigenis van hoe dat... Ja, voor elke mens is het anders, sowieso al, maar voor mensen met autisme is het moeilijk om normaal te doen. Is dat echt kenmerkend voor mensen met autisme? Goh, er zijn veel verschillende manieren waarop je naar autisme kan kijken. Maar als je kijkt naar autisme op basis van de criteria die wij gebruiken om een diagnose te stellen, dan zijn er eigenlijk twee belangrijke domeinen. Het eerste domein is dat er uitdagingen zijn in de sociale omgang en in de communicatie. Ja, daar hebben jullie verschillende voorbeelden van gehoord. Hè. Oogcontact maken, weten wanneer je impact in een gesprek, wanneer het wel of niet gebeurd is, vriendschappen.
vormgeven, ook ze onderhouden. Dat hoort allemaal tot dat sociale domein. Je hebt ook nog een tweede domein en dat heeft eigenlijk te maken met flexibiliteit in denken en in doen en in handelen. En voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld zich herhalende bewegingen maken. Hè. Het wiebelen waar Inske het net over had, maar dat kan ook flapperen met de handen zijn of bepaalde geluiden maken. Hè. Dus dat is een soort van herhalende bewegingen of geluiden. Het kan gaan om gefocuste interesses. Het kan gaan om moeite hebben met veranderingen. Het kan gaan om last hebben van bepaalde geluiden of net bepaalde prikkels heel hard gaan opzoeken. Dus het is niet alleen dat domein van sociale communicatie, sociale omgang. Er zijn meerdere criteria om van autisme te mogen spreken. En belangrijk is ook dat voor de diagnose vandaag de dag geldt, dat dat ook een impact moet hebben op het leven van alle dag. Dus het is niet omdat je een aantal van die kenmerken herkent, dat je dat dan een autisme-spectrumstoornis noemt, zoals dat heet dan in de diagnostische handboeken. Nee, er moet ook een soort impact op het leven van alle dag zijn. Ja, ja, ja. En wat Inske nu vertelt over ook dat willen verbergen en dat willen proberen om normaal te doen, is dat ook iets dat regelmatig voorkomt of dat kenmerkend is aan autisme? Het komt bij sommige mensen meer voor dan bij anderen, daar kunnen we straks misschien nog iets over zeggen, maar het is zeker een bekend verschijnsel en we hebben daar ook een woord voor. Hè. In de literatuur en in het onderzoek en in de praktijk noemen we dat camoufleren. Het wordt soms ook maskeren genoemd en het komt er eigenlijk op neer dat je probeert, bewust of onbewust, kan allebei, dat je eigenlijk probeert om kenmerken van autisme te onderdrukken. Dus dat je eigenlijk probeert niet je autistische zijn naar buiten te laten komen. Ja. Okay. Heel veel voorbeelden. Inske heeft er al een aantal gegeven. Hè, maar bijvoorbeeld om die repetitieve bewegingen niet te laten opvallen. Zijn mensen die bijvoorbeeld op hun handen gaan zitten. Of oogcontact, waar Inske het net over had. Ik ken mensen die heel bewust op een punt tussen de ogen van iemand kijken. Of net erboven, een trucje voor zichzelf. Of mensen die scripts hebben voor bepaalde gesprekken. Echt uitgeschreven? Op voorhand? Als je naar een bar gaat met een paar vrienden, dan... Ik ken zeker mensen die ze op voorhand uitgeschreven hebben, maar het hoeft niet per se uitgeschreven te zijn. Het kunnen ook, denk ik, lijstjes of mentale lijstjes in je hoofd zijn. De fichebak. Voilà. De mentale fichebak. Ja. Die je probeert de juiste fiche zo snel mogelijk ja. En zo accuraat mogelijk. Ja, inderdaad. Ja. Nu, dat camoufleren of maskeren, waarom wordt dat precies gedaan? Dat heeft eigenlijk voor een groot stuk te maken met erbij willen horen, niet willen opvallen, niet uit de toon willen vallen. En dat heeft vaak ook te maken met negatieve ervaringen in het verleden. Hè? Als je uit de toon valt, wat gebeurt er dan? Ja, dan word je gepest of je valt uit de groep. Dus mensen proberen om erbij te horen, te doen zoals de anderen en niet op te vallen. Mm-hmm. Ja, dat lijkt mij wel ontzettend vermoeiend om heel de tijd die impulsen tegen te gaan. Is het ook. Is ontzettend vermoeiend. Dus wat je merkt is dat mensen die vaak camoufleren, dat die daar één heel moe van worden. Twee, dat die daar vaak ook heel veel stress door ervaren. En wat we ook weten uit onderzoek is dat mensen die veel camoufleren ook een veel grotere kans hebben op allerlei bijkomende problemen. Denk maar bijvoorbeeld aan depressieve klachten, angstklachten. En soms kan die uitputting zo ver gaan dat we eigenlijk spreken van wat we dan een autistische burn-out noemen. Oké. Okay. Ja. Is dat iets wat jij ook al hebt ervaren, Inske, zo'n autistische burn-out? Ja, effectief. Hè. Mijn eerste depressie, wat dan achteraf gezien wellicht ook een autistische burn-out was, die heb ik beleefd, tussen aanhalingstekens, toen ik 30 was. En dan had ik ook de diagnose borderline gekregen, een helemaal andere diagnose eigenlijk, die op dat moment ook niet passend voelde. Maar ja, je volgt dan de therapie en op den duur begint je wel beter te voelen. Maar goed, gaandeweg. Hè, je probeert nog steeds te voldoen aan de verwachtingen van de maatschappij. En dan uiteindelijk vorig jaar toch terug uitgevallen, omdat ik altijd maar ja zei. Ik wou altijd maar voldoen aan wat de collega's vroegen, wat dat kennissen vroegen. Het ideaalbeeld, dat wil je altijd nastreven. Mm-hmm. Om toch maar ervoor te zorgen dat niemand jou die rare vindt. Hè? En ik vergelijk mezelf eigenlijk een beetje met een zekeringenkast. Hè? Dus je hebt allemaal zekeringen en 's morgens zet je die aan, allemaal. Heb je energie voor de hele dag.
Maar op sommige momenten kan het dus gewoon zijn dat er door een of andere gebeurtenis ineens de plan generaal springt, zoals ze dat dan in het Antwerps noemen. Ja. En dat mijn energie voor de rest van de dag gewoon compleet weg is. En dan moet ik echt gaan rusten, want dan kan dat soms 2, 3 dagen duren eer dat ik dan daarvan gerecupereerd ben. Terwijl dat bij andere mensen, enfin, tussen aanhalingstekens normale mensen, dan misschien maar een halve dag of misschien zelfs maar een paar uur duurt om daarvan te recupereren. Ja. Nu, Ilse, je zei daarnet dat er verschillende manieren zijn om autisme te omschrijven. Eén is dus autisme-spectrumstoornis, een stoornis waarbij dat je moeite hebt met sociaal contact, maar waar je ook die repetitieve bewegingen hebt, ook die specifieke interesses. Hoe kan je autisme nog omschrijven? Een manier van het omschrijven wat wel heel erg in opmars is, is om autisme veel meer te zien als een vorm van diversiteit en dan meer specifiek neurodiversiteit. Nu, neurodiversiteit is eigenlijk geen kenmerk van één persoon. Neurodiversiteit is een kenmerk van de groep. Je kan het vergelijken met genderdiversiteit of seksuele diversiteit. Het is een kenmerk van de groep en het betekent eigenlijk dat we allemaal verschillen in hoe we informatie verwerken, in hoe we reageren, in hoe we de wereld ervaren. De meerderheid noemen we dan neurotypisch. En mensen die op een andere manier in de wereld staan, de wereld anders ervaren, bijvoorbeeld mensen met autisme, maar ook mensen met ADHD bijvoorbeeld, noemen we neurodivergent. Nu, er bestaan heel veel misvattingen over. Veel mensen denken dat het neurodiversiteit gedachtegoed enkel en alleen gaat over sterktes en krachten van mensen. Dat is het niet. Ik denk dat het neurodiversiteit gedachtegoed net ook heel erg benadrukt dat de problemen die mensen met autisme ervaren in onze samenleving van vandaag de dag, dat die voor een groot stuk ook te maken hebben met het feit dat die samenleving ook vooral ingericht is op de noden van de neurotypische meerderheid. Ja. En dat autistische mensen dus logischerwijs tegen veel meer drempels aanlopen, omdat die samenleving niet op hun noden is ingericht en mensen daar eigenlijk ook onvoldoende rekening mee houden. Ja, ja. Zijn er zo elementen van de samenleving die jij al als het drempel hebt ervaren, Inske? Goh ja, je hebt dan enerzijds, ik denk dat ik dat al aangehaald heb, veranderingen in mijn planning. Mm-hmm. Als ik bijvoorbeeld 's morgens op mijn werk aankom en ik zie daar ineens een meeting ingepland staan die ik helemaal niet verwacht had, dan kan heel mijn dag om zeep zijn. Mm-hmm. Of iets wat ik rationeel weet dat heel stom is, bijvoorbeeld naar de supermarkt gaan en ik heb die een dag gepland om boontjes met hamburgers te eten. En ik ga naar de supermarkt en ik sta voor de vleestoog en ik zie dat er geen hamburgers zijn. Mm-hmm. En een normaal denkende mens zou zeggen van oké, wat ligt er nog? Wat past er nog bij boontjes? Ik pak bijvoorbeeld een kipfilet mee. Bij mij gaat dat niet. Dat is gewoon poef, die plan generaal weer die springt. En ik wandel gewoon de winkel uit en ik ben weg. Dat werkt gewoon voor mij niet. Gelukkig heb ik weer die goede auticoach die daar met mij mee aan heeft gewerkt. En ik heb nu mijn gsm-lijstjes gemaakt van alternatieven. Hè? Dus ja, om die drempels effectief te overkomen. Want je kunt niet elke keer de winkel uitlopen en je kar laten staan en thuiskomen zonder boodschappen. Ja, ik wil echt niet bot overkomen, maar dat camoufleren doen we dan niet eigenlijk allemaal een beetje. Als in groep ben ik ook veel anders dan alleen. Of als er inderdaad op mijn werk ineens iets verandert, dan kan ik in mijn hoofd heel erg flippen, maar dan probeer ik dat wel te maskeren tegenover mijn andere collega's. We doen ons zeker allemaal af en toe anders voor dan dat we zijn, omdat we indruk willen maken op andere mensen of dat we niet willen dat dingen waar we het moeilijk mee hebben opvallen. Ja. Ik denk dat het vooral belangrijk is om vast te houden dat de mate waarin autistische mensen dat dag in dag uit doen, dat eigenlijk is waar het verschil in zit. En dat is eigenlijk als een soort van continue marathon lopen om daar telkens maar weer mee bezig te kunnen zijn. Dus we doen het allemaal wel een beetje, maar autistische mensen doen het veel vaker en het heeft een veel grotere impact. Hè. Ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. Ja, ja. En doen ze het ook altijd bewust of kan het zijn dat iemand onbewust aan het camoufleren is? Ze doen het zeker niet altijd bewust. Er is ook een genderverschil. Hè. Dus we zien dat vrouwen over het algemeen meer camoufleren dan mannen. Okay. En dat is wellicht ook een van de redenen waarom autistische vrouwen vaak veel later gediagnosticeerd worden of misschien zelfs nooit gediagnosticeerd worden. Mm-hmm. Zij zijn vaak meer aan het camoufleren. En zoals ik eerder ook al heb uitgelegd, is er dan een grotere kans dat er bijkomende gezondheidsproblemen gaan ontstaan
ontstaan. Hè. Denk bijvoorbeeld maar aan een depressie of een angststoornis. En wat er dan gebeurt, is dat ja, dat laagje wat als het ware over het autisme heen zit, dat dat gezien wordt door de hulpverleners. Hè. Dat ze zeggen van, ah, dat is iemand met een depressie. Of hè, in het geval van Inske, iemand met een persoonlijkheidsstoornis. Of wij zien dat soort gedrag, of wij zien dingen gebeuren en dan richten we daar de aandacht op. En wat dan heel moeilijk is, is dat daar dan vaak de hulpverlening op gericht wordt, de interventie op gericht wordt, zonder rekening te houden met het laagje wat daaronder zit. Hè. Dus ja, dat betekent dat dan er of geen diagnose is, of een foute diagnose, of misschien wel een juiste diagnose, maar geen volledige diagnose. Mm-hmm. Wat ook maakt dat autistische mensen die veel camoufleren vaak niet de hulp krijgen die ze eigenlijk nodig hebben. Ja. Jij hebt gelukkig wel een diagnose gekregen, Inske. Ik zeg misschien gelukkig, maar ben je daar blij mee? Ja, absoluut. Ik heb mijn diagnose nu net 4 jaar geleden pas gekregen. Hè. Dus inderdaad, redelijk laat, nadat een van mijn kinderen ook de diagnose had gekregen. Ik was daar echt heel blij mee, want dat gaf mij zo echt het gevoel van het is niet mijn schuld. Mm-hmm. Er is een reden waarom dat ik raar ben. En ik vind het wel belangrijk om die diagnose te hebben, effectief, omdat ik er nu aan kan werken. Ik ben een heel groot voorvechter van ondertitel jezelf. Hè. Overal staan ondertitels bij een tv, maar de mensen ondertitelen zichzelf niet. Dat is heel jammer, want er wordt extreem veel tussen de regels gezegd. En andere mensen, hè, neurotypische mensen, die kunnen dat interpreteren, maar ik kan dat niet. En dat is zo lastig, omdat ik dan ja, heel veel dingen mis. Mm-hmm. Maar als iedereen zichzelf zou ondertitelen, dus effectief alles wat dat tussen die regels staat, expliciet zou maken, zou de wereld zoveel gemakkelijker maken. En niet alleen voor autistische mensen, maar echt effectief voor iedereen. Dank jullie wel, allebei. Ik onthoud, je bent wie je bent, of dat nu neurotypisch of neurodivers is. En ondertitel jezelf vooral. Dank je wel, Ilse Noens en Inske Reinaert. Graag gedaan. Wil je zelf ook deze video of podcast liken en delen? Mag zeker, zodat die bij iedereen terechtkomt. En heel graag tot de volgende keer.